Welkom bij First Class. Vandaag maak ik voor jullie krab met hummus en naanbrood. Wat hebben we nodig? Hummus, krabjus, opgeklopte room, krabvlees, naanbrood, citroen, bilperknollenkaas. Hier hebben we ons krabvlees. Hoe we de krab gekookt hebben, dat hebt u gezien in een vorige uitzending van First Class. Kunt u terugvinden op firstclass.tv. Dus we beginnen met de krab. Dus we nemen 2 lepeltjes krabvlees. Doen er wat olijfolie. Kruiden met peper en zout. Klein beetje citroensap aan toevoegen. Je gaat alles heel mooi mengen. En we gaan nu ons krabvlees, ons krabtartaar, mooi in een stekertje doen. Dat gaan we mooi aanduwen. Daarop gaan we onze hummus doen. Dus hummus, die hebben we ook gemaakt in een vorige uitzending. Dan hebben we hier krabsoep. Die gaan we mooi gaan opwarmen. De krabsoep die gaan we mooi tot aan het kookpunt brengen. Nu doen we daar 2 lepels opgeklopte room bij de soep. En nu gaan we de soep heel mooi luchtig opmixen. We gaan eigenlijk de soep mooi luchtig gaan opmixen tot een mousse. Doe een klein beetje krabsoep over de tartaar. Klein beetje olijfolie. We leggen er ons naanbrood op. En we gaan afwerken met bulperknollenkaas. Hebt u geen bulperknollen, dan kunt u dat makkelijk gaan vervangen door of een oude parmezaan of een oude rijpenaar. Super lekker. Krabtartaar met hummus, maanbrood, bulperknollenkaas. Zeker lekker. First Class. Tot de volgende keer.